Elsa, ben je zenuwachtig? Ja, ik ben heel zenuwachtig, heel druk. Ik probeer zoveel mogelijk mensen nieuw te laten stemmen. Hoeveel denk je dat je gaat halen vandaag aan stemmen? Ik heb geen idee, ik durf het niet te zeggen, want ik ben de hele dag de straat op geweest. Maar het is natuurlijk ook heel verkeerd via internet en alles gegaan. Mensen die overgestemd hebben, dus ik heb echt geen idee. Wie is je grootste tegenstander? Waarom? Omdat ik denk dat hij ook weer in staat met de juiste motivatie net als ik. Dus we hebben allebei die prijs, want we willen daar wat aan doen. Daarom denk ik dat hij het kan doen. Wat wil je tegen de bezoekers van Wij Blijven Hier zeggen die op jou gestemd hebben? Ik wil ze heel erg bedanken dat ze op mij gestemd hebben. Ik hoop dat ze zich een beetje verdiept hebben in het onderwerp en dat we daarom kunnen zien het belang van water. Oké, dankjewel. Veel succes. Wie anders dan Elsa? Ja, ja. De Elsa, hoe voelt het? Ik voel me heel erg blij. Het is toch een beetje onwerkelijk. Ik kan het me nog niet helemaal realiseren dat ik gewoon echt gewoon heb gezegd dat ik vanavond rustig in mijn bed lig. Dat is dan alles een beetje tot me door begint te brengen. Oké, en wat heb je gewonnen nu? Wat is het precies? Ik ben nu jongerenvertegenwoordiger voor Nederland naar de Verenigde Naties. Dat betekent dat ik de jongeren hier in Nederland ga vertegenwoordigen. Dat ik naar de VN ga en dat ik namens Nederland niet zal dat daar mag. Ik hoop, wat ik vooral gewoon bereikt hoop te hebben na stemmen, is dat mensen een beetje na zijn gaan denken over het waterprobleem. Water is voor iedereen en voor alle bezoekers van de website. Hoop ik dat ze een beetje meer bezien. En als ik zeg water, zeg jij?